Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. Onze nummer 1 staat daar met een kroon op zijn hoofd. Wie is die vandaag bij? Die is vandaag bij. Wie het meeste vangt, meer als Jan, die krijgt die kroon. Dan wordt een soort wisselbeker. Wij hebben sinds kort een crewmember voor life. Roxy is gewoon crewmember voor life. Voor eeuwig. Oh, hier, andersom, hè? Andersom. De enige crewmember voor life. Dus zoveel mogelijk ophalen. Akkoord? Kom op, kijk, kom op. Hey. Kom op. Ja, kom, we doen het samen. Zet het erop. Zijn ja. Kom, we doen het samen. Hey. Kijk, een koevoetje. Een koevoetje, ja. Maar dat is natuurlijk wel een voorbestemming op de kluis die je straks gaat pakken, hè? Ja, die ligt daar in het midden. Er ligt daar iets gigantisch groot. Dus ik heb eigenlijk een nog net iets sterkere magneet nodig om hem eruit te jakkeren. Zijn ze nog sterker? Want ja, dit is... Is dit niet de Barbarian? Nee. Dit is, dat dacht ik. Nee. Dus ja, ah, leuk. Hoe voet je? Ja, kluis! Een fucking kluis, hè! Ja, het is een handje erbij, handje erbij. Yes! Pas op hoor, pas op. De eerste! Kijk eens, vooruit de hand, man. Zo! Hey. Was een auto? Dit. Of niet, mij niet. Fucking vet, man. De eerste kluis. Die kwam van ver, hè? Dan doen we gelijk het koffiehuis ook, hè? Gaan we het vragen. Hallo. Hallo. Can I ask you something? Of mag ik je iets vragen? Yeah, I don't speak that story. Okay. We are magnet fishing. Yeah. For a little girl of 5 months old. And she has a tumor in her head. Yeah. So we're raising money. Yeah. But we have also these boxes. So if we come to get coffee now and then, can we... can we put this box somewhere around here? Yeah, for me no problem. Yeah? For sure. Yeah, you can. And then we pick it up when we go home. Yeah, for sure. Yeah. Okay. Shall we do it here? Yeah, I think it's good here. Maybe more in the front, then I can also check. Thank you very much. Of course, no problem. Mooi. Zo. Zo. Hey. Dan moet je goed schoonmaken. Kijk. En weet je wat het leuke is? Dit levert helemaal niks aan oud ijzer op, want dit is veel bijzonderder. Dus die kun je gewoon in je zak steken. Die kan in je zak steken. Ja, mooie ding. Nou, even een kijkersvraagje. Want we zitten in twijfel. Sommige mensen zeggen dat het een halter is om je spierballen te kweken. En ik ben zelf van mening dat het misschien zo'n staaf kanonskogel kan zijn. Dus kanonskogel, staaf en kanonskogel. En die ging dus draaiend, vloog die op je af. Maar ik twijfel er gisteren wel van. Als jullie het weten, horen we het heel graag. Laat het weten. En jij misschien ook. Juist, laat het weten. Kijk, oh, dat geldt. Kijk. Peter is er ook. Ja, of niet? Toppetje. Yes. En moet kijken wat hij al bij elkaar gesprokkeld hebt. Een halve vis. Ja, dat is voor mij hoor. Jammer. Wat heb je gevonden? Hé, hey, een fotootje. Een Samsung. Ik zie een nieuwe vlogger aankomen. Oh. Ik wou net zeggen, jullie emmers zijn het leegst van allemaal, maar jullie hebben een hele kar vol. Alles terug gaat rechts en zullen de aanhanger in. Hij gaat lekker. Alles voor Roxy, hè? Ja. Hey, dat is precies het goede stuk. Precies het logo. Dat is precies het goede stuk. Precies waar je wil hebben. Gaaf hoor, hé. Heel gaaf. Oh nee. Gewoon een stuk fiets. Kickstart. Oh, kickstart.
Nou, John is ook aangesloten met zijn vader. Ja, ja. Hé, hey, tof. Tof dat je gekomen bent. Beetje laat, maar we zijn er. Hé, hey, beter laat dan nooit, toch? Ja. Hé, hey, Peet. Ja. Je had een waterpompje, hè? Ja. Zwaar om te tillen, toch? Zo. Ja, dat... Maar, nou niet meer. Ik heb een karretje. Daar kunnen we alles in doen. Ja, lekker makkelijk. Ik zeg, Magneet Gooi Onderwijs goed bezig. Eerst openmaken, dan brullen. Oké. Okay. Baba. Ah, hij zal wel leeg zijn. Zo, goed te zien. Ja. Het was wel een geldkistje. Ja. Helaas leeg. Ze zullen hem ook nog eens een keer vol laten, hè? Ja. Dus, zal ik je skriepen? Ja. Peet, je hebt een zakje. Ik bedoel aan zijn magneet. Ik heb geen idee wat erin zit. Nee, we kunnen het natuurlijk heel spannend maken. Oh, ik heb al gezien wat het is. Oh, hey. Hé, hey, het is toch wat anders. Een haaitand. Wat dacht jij dat het was dan? Nou, oh, dit zijn machetknopen. Oh, hier. Nog wat. Kijk, dit is... Oh, hier. Een knoopje. Hier, een paaltje. Ah. Wat is dat? Nou, dit heb zo moeten zijn. Wat is dat? Zie je niet wat erop staat? Oh, verrek, ja. Dat is wel heel toevallig. Dat is wel heel toevallig. Zo. Die gaan we aan Glenn geven. Ja. Want dit is het meest waardevolle vrucht wat een mens kan bezitten. Dus die gaan we aan Glenn geven. Ja, dat is mooi. Nou, hij is leeg. Is hij leeg? Ja. Nou, het zijn oorbelletjes. Nou, eigenlijk, deze vind ik wel heel erg leuk. Ja. Zou dat echt te zijn? Dan moet je even kouwen. Nee, meekouwen. Ja. Nou, wel mooi toch? Ja. Nou, is te koop voor de Roxy-veiling. Deze niet. Deze gaan we aan Klein doneren, toch? Ja, zeker. Wij waren net aan het zoeken. En toen vonden we een heel klein plastic zakje. En toen vonden we een hangertje met iets erop. En wij dachten van, nou, dat is heel gek dat we dat nu vinden. Ja, inderdaad. Hè? Of niet? Dat moet zo zijn, dus die geven we aan jou. Zo dan. Apart, hè? Hoep. Nou ja, toch? Dat ja, heel apart weer. Hoor je dat? Wat je gaat. We gaan zo even bij hem kijken, maar we wilden eigenlijk eerst deze gewoon even van jou geven. Oh, ja, deze is heel bijzonder, ja. Dat is een babytje. Maar weg, ik zeg je ga. Maar weg, je hebt me iedere keer belogen. De zoldermieten ten bedrogen. Je ga, maar weg, ik zeg je ga. Maar weg. Ja, we hebben in ieder geval een motorscootertje eruit. Is toch weer goed voor de kilootjes? Nee, dat is sowieso. We zijn nog wel op 1 of 2 liggen nu, denk je niet? 1 of 2? Ja. Kilo? Nee, nummer plaats. Oh! Plek 1 of 2 kilo. Ja, dat zou niet goed zijn. Nee, toch? Ja, maar de pest is dat niemand het weegt of meet, dus je komt er niet achter. Nou, dan zeggen we toch, maar we hebben ondertussen 500 kilo eruit. Zo meer. Ja, 1000. Makkelijk. Ja, dat zeg ik, dat is. De saamhorigheid is erg goed. Ja, is wel die... groter. Ja, nog wel. Ik sta even te kletsen met Reinhard van Magnetar. Ja. En het is leuk dat hij aanwezig is, dat je gezicht laat zien. En dat, ja, we zijn erbij. Beetje foto's maken, want ze denken mensen dat ik zo dik ben. Dat is niet zo. Beetje foto's maken, ja. Ja. Ja, nee joh. Nee, prachtige dag. Ja, ja. Helaas het weer, maar ja, dat duurt er niet. Ja. We're altijd nat met een magneet vissen. Dus, Daarom, of het nou van beneden of van boven komt. Ja. Maar de meeste valt ernaast. Kijk, is er nog een aanhangertje helemaal vol. Peter zegt, ik moet om 12 uur naar huis. Nee, 1 uur. Oh, nu is het 1 uur. 12 uur. Het was 12 uur. Ja, nu, dan? Nu kun je beter er 1 uur van maken. Laat dan? 12:30. Oh. Sorry, Nienke. Sorry, Nienke. Sorry. Spijt me. Ik doe het wel goed maken. Ja. Een lekker etentje. Oh. Heel lekker. Wat doet het met je zo'n dag? Bijzonder, hè? Emotioneel. Bijzonder toch wel, hè? Ja. Kijk, een BH'tje. Dan wordt het toch speciale vandaag. Nou ja, ondanks dat
Ondanks het slecht weer is. Slecht weer is en het doel best wel beladen is, is het wel een hele gezellige dag. Ja, absoluut. De sfeer is goed. Het is heel goed. Iedereen is eigenlijk echt gewoon heel lekker met elkaar bezig. Ja. Dus... ja, het is echt leuk. Ik vind het wel heel erg geslaagd. Een grote familie is het aan het worden zo. Ja, ik vind het heel erg geslaagd. Absoluut. Kijk dan. Ah, die weegt wel een paar kilootjes. Ja, dat zeker. Nou, een heel motorblok hier. Ja. Helemaal als jij het geregeld hebt, vriend. Ja, misschien over een boot of zo. Geen idee. Maar ik vind het zo gek dat dit er nog steeds niet afvalt. Ik probeer al een uur lang naar huis te gaan. Want mijn liefdallige vrouw moet naar de dierenambulance. Maar oh, Vinkie... ik dacht dat ze moesten vallen. Ik kom weer eens een keertje mee magneetvissen. Dat is een kanonbal. Een kanonskogel. Kanonskogel, ja. Heel gaaf. Dat is zeker leuk, ja. Daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Toppertje, Vink. Yes. Oh, Nico, ja. Je zakdoek. Ik ben blij dat ik het gisteren nog heb gepakt. Dat is nog wel even een PlayStation 5. Mooi.